Wat gaat er om in het hoofd van een echte crimineel? Wat denkt hij als hij een bank overvalt? Onschuldige slachtoffers afperst? Of een moord pleegt? En wat zegt hij tegen zijn vrouw? Waarom kies je voor zo'n bestaan? En wat levert de misdaad je nou uiteindelijk op? Het zijn vragen die mij al lang fascineren. En nu heb ik de kans de antwoorden te krijgen. 6 zware criminelen keken met mij voor het eerst terug op hun leven. Zij durfden het aan plaats te nemen in de verhoorkamer van Echte Penose. Ik ben Nico van Empel, 62 jaar oud en heb 10 jaar van mijn leven in de gevangenis gezeten. Ik heb veel inbraken gepleegd, ben betrokken geweest bij schietpartijen, maar ben vooral een oplichter. Daarmee heb ik bakken met geld verdiend. Wat is de reden dat je je verhaal wil doen? Omdat ik vind dat het de juiste tijd is. Ik heb een hartaanval gehad en vanaf dat moment ben ik alles een beetje kan relativeren, alles een beetje rustig op een rijtje gezet. En dan komt de conclusie dat ik gewoon feitelijk wel een slecht mens ben geweest. Ik heb alles gedaan wat God heeft verboden. Wat vind je er zelf van? Als ik het echt en oprecht moet zeggen, een stuk uitschot van de maatschappij. Daar behoor ik gewoon toe. Echte penose jongens zijn vaak gevaarlijk uitziende bankrovers. Moordenaars. En zware criminelen met vuurwapens. Aan Nico van Empel zie je niets. Maar dat maakt hem niet minder gevaarlijk. Nico werkt zich op van kruimeldief tot meesteroplichter. Hoeveel mensen heb je opgelicht in je leven? Duizenden. Nico is een mooi prater. En belazert je waar je bij staat. Zo verdient hij miljoenen. Ik kon mijn geld niet meer in mijn zakken stoppen. 80.000 schulden ontving ik daar, 30.000, daar 25.000. Je passeert een miljoenen. De buitenwereld heeft geen idee dat Nico een zware jongen is. Ik dacht gewoon een keurige nette man, keurige nette verschijning, vriendelijk, aardig. Wij begrijpen absoluut niet dat die man een crimineel is. Maar met Nico loopt het helemaal mis. Nu woont hij in Thailand. Speciaal voor echte penose is hij hier. Op weg naar het koude Kikkerland. Ja. Met gemengde gevoelens kijkt hij terug. Mijn hadden ze ook levenslang moeten geven. Met alle verdriet en alle ellende wat ik met de mensen heb aangericht. Nico van Empel groeit op in de Haagse Schilderswijk. Een wijk die wordt gerenoveerd, maar lang bekend staat als broeinest voor criminelen. Nico's vader zit in de lompen- en metaalhandel. Zijn moeder werkt bij mensen in de huishouding. Nico heeft 5 zussen en 3 broers. En er is altijd gebrek aan geld. Ja, hier ben ik dan opgegroeid. Hier heb ik natuurlijk gewoon tot mijn 23e jaar. Ja, we woonden hier natuurlijk met z'n 11 in dat huis. Het was wel een dubbel bovenhuis. Dus dat ging allemaal maar net aan. Het zijn herinneringen met gemengde gevoelens. Hoe was de sfeer bij jullie thuis toen je klein was? Gespannen. Een gespannen sfeer. We waren natuurlijk thuis met 9 kinderen. Vader was een kwartaaldrinker. Hij dronk 3 maanden wel en dan weer 3 maanden niet. En dan hoorde je hem al thuiskomen, s'avonds om 19:30, want dan ging dat café dicht. Dan wisten we wel dat hij weer een van zijn agressieve buien had. Hoe was je vader in een agressieve bui naar jou toe? Ja, op zich naar mij niet. Als er wat gebeurde, dan deed hij dat, zo sloeg hij mijn moeder. Hoe vond je dat om te zien? Je wordt ermee opgegroeid, je ziet het niet. Of je wil het niet zien. Maar dat is niet de schuld van hetgeen wat ik later heb gedaan in mijn leven. Maar je maakt zo'n keuze toch ook wel een beetje door hoe je opgroeit? Dan is de keuze daarin geweest de armoede die ik om me heen heb gezien. En dat was mijn keuze dat ik dat niet wilde evenaren. Wat was jouw eerste criminele daad? Het verduisteren van geld en stelen van melkflesjes.
Ik kreeg iedere maandagmorgen 36 cent van mijn moeder om schoolmelk te betalen. En die 36 cent, dat valt onder verduistering, want dat stopte ik in mijn zak. Betaalde ik dus niet aan de schoolmeester. En die flesjes, die zag ik bij de melkboer. Ik denk, nou, daar staat statiegeld op. Dus heb ik de melkflesjes van school meegepikt. Iedere dag, een stuk of 5, 6. En ik bakte bij de melkboer. Ik heb een dubbeltje per stuk voor. En dan ligt hier dus ook je moeder op? Ook mijn moeder ligt er op, ja. Maar hoe was dat dan om je eigen moeder op te lichten? Ja, daar heb ik vaak nooit over nagedacht. Achteraf gezien, zoals je de vraag zo stelt, is het natuurlijk wel minder waardig. Natuurlijk, terwijl je moeder het toch wel moeilijk had en toch wel die duurzame 36 cent aan de kinderen kon geven. En daar dan toch misbruik van te maken. Wat zegt dat over jou dan, denk je? Als je het over terugdenkt, ja, dan is het slecht. Dan is dat natuurlijk absoluut niet netjes. Nico is een jaar of 10. Met een groep vriendjes gaat hij op dievenpad. Eén van zijn vriendjes is Koos Hertogs, later een van de beruchtste seriemoordenaars van Nederland. Ook andere vriendjes uit de Schilderswijk zullen net als Nico uiteindelijk groot worden in de criminaliteit. De melkflesjes, daar zat geld in. Maar ja, er zijn ook andere manieren om geld te verdienen natuurlijk. Daar ging ik een kartonnen doos ophalen. Met een oude kranten. Nou, en daar kreeg je 5 cent of 10 cent de kilo voor. Dan gelang de koers. Dat is, elke dag verandert dat. Net zoals de beurs dat verandert, verandert ook dat in die handel. Maar geld voor kartonnen dozen is voor hen niet genoeg. Bij de winkeliers valt een grotere buit te halen. Nico is dan al een oplichter in de dop. Wil je aan het doen? Hallo, ik ben de fiets aan het repareren. Ik wil de doos ophalen bij een rijwielhandelaar. En nou, die kregen we ook. Die man zegt, nou, joh, je mag ze, neem die doos maar mee. Maar terwijl wij naar achteren moeten lopen waar hij het karton heeft liggen, zien we het geldkistje staan. Wat was jouw rol bij zo'n actie? Dat vaak meer de winkelier afleiden, gewoon praten met hem. Ik kon wat beter praten als de andere jongens in die tijd. En dat ging vrij vlot natuurlijk. En dan, ja, ik kreeg ook heel vaak complimenten, omdat ik natuurlijk veel beschaafder praat als mijn vrienden. Hoe deed je dat dan, zo'n winkelier afleiden? Ja, gewoon met hem praten. Wat kost dat nou, meneer? En hoe maak je nou zo'n fiets? Oh ja, heb je een 8-gaat-sleutel voor nodig? Nou, schiet me dat nu ineens er binnen, een 8-gaat-sleutel. Oh ja, 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 zo werkt dat. Ja, die man was al afgeleid natuurlijk. Het geldkistje, die namen we pas bij de laatste 2 dozen die we op moesten pakken, namen we die mee. Ja, dat weet ik. Die verdwenen. Ja, die hebben we toen open gekregen. Honderd, 100, 1000. Nog eens 1000. Briefjes van 100, joetjes en geeltjes, zoals we dat in die tijd noemden. En dan zat tot onze grote verbazing 23.000 gulden in. Dat was een enorm bedrag natuurlijk, want ik had nog nooit van mijn leven een briefje van 1000 gezien. En dan gingen we zwemmen, dan zaten we allemaal vriendjes, allemaal 30, 40. En aan de overkant werd de patat verkocht. Ik zeg, ik trakteer wel hoor, of wij trakteerden dan wel. En 40 zakken patat bestellen voor een tientje, 25 cent per stuk. Dat vergeet ik nooit meer in heel mijn leven niet meer. Hoe voelde dat om iedereen die patat zou te geven? Ja, fantastisch. Iedereen vond het leuk natuurlijk. Maar ja, wij wisten niet wat we met de centen moesten doen natuurlijk. Maar dat stelen gaf je wel een goed gevoel toen eigenlijk dus? Het geld gaf je meer een goed gevoel. Dat gaf je een beter gevoel als ze stelen natuurlijk. Hè? Nico en zijn vriendjes verdelen bijna al het geld. Maar Nico zit dan nog met een briefje van 1000. Waar hij zich geen raad mee weet. Een briefje van 1000. Ja, ik wist niet wat ik ermee moest doen, in godsnaam. Die kon je ook nergens wisselen natuurlijk. Dus ik zeg tegen mijn moeder, kijk eens wat ik heb gevonden. Ik zeg, wat is dat nou? Geef me hier aan. Mijn moeder die gaat maar toen een papieren gulden terug. Hier, ga maar lekker een reisje kopen. Ja, die was er dolgelukkig mee natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk nooit niet verteld dat ik dat heb gestolen. Denk je dat ze dat vermoeden? Nee, dat denk ik niet. Ik kwam zo overtuigend over dat ik dat had gevonden. Die capaciteiten had ik wel.
in die tijd al, dat ik, want ik was een jaar of 11 al. En dus, ik was al behoorlijk geslepen. Nico maakt een lagere school nog af. Hij is een goede leerling en mag zelfs een klas overslaan. Lager onderwijs. Ja, het is toch wel leuk om dat weer even te zien. Ja, helaas ben ik als beste leerling niet zo ver geslaagd. Ik ben dan wel op het slechte pad terechtgekomen. Dat slechte pad gaat Nico verder op in zijn puberjaren. Als hij 14 is, is hij ook de mishandelingen door zijn vader spuugzat. Mijn vader en moeder die hadden weer als een van mijn busjes. Mijn vader weer dronken thuis. Sloeg hij er zo hard dat de bril van het gezicht afvloog. En, ik vergeet nog nooit de woorden. Dat ze zeggen, ah, durf je hoor, nou kan ik niks zien, nou heb ik geen bril op. Ik kon er helemaal niet meer tegen. Ik werd agressiever. En toen pakte ik een bijt en gooide ik hem tegen de muur aan. Toen heb ik gezegd, als je dat nog één keer doet, dan vermoord. Blijf voor dan met je pleurenspoten van mijn toen heb ik ook het mes gepakt en het ook duidelijk laten zien. Wat deed je met dat mes? Die zette ik op zijn borst. Ik zeg, als je nog één keer doet, ik vermoord je. En dan mijn moeder weer gillen natuurlijk. Die had inmiddels de bril opgepakt. En die zag dat natuurlijk. Is nogal wat, hoor. Ja, dat is heel erg. Maar hoe ver kan de mens je daartoe brengen? En dat breng je eigenlijk niet zelf naartoe. De omstandigheden breng je daar naartoe. Maar goed, er is niks van terechtgekomen en ik ben het ontvlucht. En, ik denk dat ik het ontvlucht ben, dat ik een hele goede keuze erin heb gemaakt. Anders had het waarschijnlijk wel geëscaleerd. Straks, Nico vlucht naar Spanje. En rooft hotelkamers leeg. Hij keert terug met 100.000 gulden. Dat is heel veel geld als je 15 bent. Hè? Ja, natuurlijk is dat heel veel geld. Maar hoe heet dat? Dat was ook de bedoeling. Hij gaat op grote schaal inbreken en wordt meesteroplichter. Ik denk dat ik bijna elk bedrijf in Nederland wel heb gehad. Alles wat voor de hand kwam, dat lichtte ik op. De 62-jarige Nico van Empel groeit op in de Schilderswijk, in een groot gezin. Als oplichter in de dop gaat hij met vriendjes, waaronder de latere seriemoordenaar Koos Hertogs, op dievenpad. Nog eens duizend! Voortdurend mishandelt Nico's vader zijn moeder. En Nico wil hem bijna vermoorden. Ik denk dat ik mijn leven lang wel boos ben op hem ben gebleven. Dat denk ik wel. Nico ontvlucht het huis. Hij is nog maar 14 als hij besluit om met de overbuurman, een vrachtwagenchauffeur, naar Benidorm in Spanje te gaan. Wat zag je toen je in Spanje aankwam? Ja, strand, blauwe lucht, gezelligheid, er werd gelachen. En het was een vrolijke bende, was het. Het was natuurlijk heel wat anders dan het Schilderswijk, waar er alleen maar een balletje getrapt kon worden. Maar Nico komt al snel in contact met enkele criminele jongens, die hem betrekken bij schimmige zaakjes. Zo spannen ze samen met kamermeisjes en roven bijna een jaar lang grootschalig hotelkamers leeg. Pikte hem uit de portemonnees van de Duitsers. Die zaten vol op Duitsers toen. Pikte hem de 100 mark uit. Na de hand werden we zo slim natuurlijk. Dan lag het logboek lag daar. We wisten de aankomst en de vertrektijd. Na een dag voor vertrek dan deden wij 's middags even zijn kamertje leeg trekken. En hij toch geen aangifte meer doen. Want hij moet terug naar Duitsland. Dus zo ging dat. Ja, dat liep natuurlijk heel erg zwaar uit de hand. Want ook de horloges werden gestolen en ja, het ging ineens grens verleggen. Op welk moment besloot je terug te gaan naar Nederland? Toen het mij te heet werd onder de voeten dat er toch wel wat van die Duitsers gingen klagen dat er steeds geld weg was. Ik heb hem beter wegwezen hier, want dat gaat uit de hand lopen.
Met hoeveel geld ging je naar huis? Ja, met een kleine 100.000 gulden. Nou, 100.000 gulden? Ja, inclusief het goud wat ik mee had gestolen. Toen waren kettingen en een ring en een horloge, twee horloges. Ja, klein, ja, zo'n 100.000 gulden bij elkaar. Maar dat is heel veel geld als je 15 bent, toch? Ja, natuurlijk is dat heel veel geld. Maar hoe heet dat? Dat was ook de bedoeling. Wat deed je met al dat geld en die spullen toen je weer in Nederland was? Nou, ik heb in de eerste instantie heb ik het allemaal gewoon gespaard. En ik heb de familie wat gegeven. En ook een prostituee bezoeken op die leeftijd natuurlijk, want je had geld in je zak. Een prostituee bezoeken? Ja, hoe wordt dat met die centen vanuit Spanje? Maar hoe oud was je toen? 15. 15. Ik vond het misschien wel wat te jong, maar ja, het mocht dan toch wel. Wat heb je later in je leven nog veel vaker gedaan? Ontelbaar. Ontelbaar. Ik denk dat ik in mijn leven daar wel 1 miljoen gulden heb achtergelaten. Nico is 18 en gaat werken bij een lompen- en metaalhandel. Maar niet om zijn leven te beteren. Bij het wegen van het metaal sjoemelt hij met de weegschaal en betaalt hij mensen te weinig uit. Oplichting dus. Hij verdient 800.000 gulden, maar maakt dan een slechte keuze. Ja, een van de stomste dingen in mijn leven. Ik ging het gokken leren. En dat ging heel erg goed, tenminste, dat dacht ik. Want ik won gelijk 20.000 gulden in tijd van 10 minuten. Ik denk, dat is lekker, daar kan je tegenaan werken. Nou, de dag daarna weer terug, 10.000 gulden gewonnen. En de dag daarna terug, 5.000 gulden gewonnen. Ja, toen ging ik een weekje vrij nemen. En toen zat ik 10:30 al in het café. Welk spel speelde je? Met veilen en treffen. Dat is met 3 dobbelstenen, 2 gelijk boven de 10, dan win je. 2 gelijk onder de 10, dan verlies je. Hoe zag het er daaruit? Ja, smerige boel. Gewoon stonk naar de alcohol en een hoop criminelen. En die zaten allemaal in de gokwereld. Wat trok je daar zo in aan? Het egoïsme van het geld, denk ik. Waarom was het een slechte keuze om te gaan gokken? Omdat ik mijn 800.000 gulden die was ik kwijt. En in tijd van bestek van 1 week. Van 1 week? 1 week. Maar je wilde blijven gokken? Ik wilde blijven gokken. Het was een verslaving gewoon ineens geworden. Inbreken. Er zijn een paar jongens vanuit de Schilderwijk tegengekomen en die zeiden van Nico, ik heb me beter wel een hele mooie inbraak. Om te kunnen blijven gokken, pleegt Nico met enkele maten een reeks van grove inbraken. Hij wijkt daarvoor uit naar de rijkere buurten van Den Haag. We leerden van kind af aan, je stelt niet bij de armen, je stelt bij de rijken. Dus kijk om je heen. Wij s'avonds naar het Bankaplein toe. Met z'n drieën. Toontje, Rinus. Ja, wij binnen, nou, wij bij huis. Ja, ik maak die kluis zo open. Nou ja, ik denk, hij is professioneel erin. Het zal wel zo. Maar ja, daar kwam natuurlijk helemaal niks van terecht. Want het hele ding ging niet open. Ik zeg, krijg jij wat met je kluis? En ik gooi die koevoet zo kwaad tegen de muur en gooi hem in. Die blijft in die kluis doorstaan. Nee, we krijgen wat nassen. Nou, dan gooi je zo met je hand erin. Dan kon je zo de doos eruit pakken. En er zat allemaal geld in, Zwitserse frank, Duitse franken, Franse franken en Nederlands geld. Hoeveel geld zat erin, denk je? Zo'n 230.000 gulden. Wat was dat voor gevoel op dat moment? Ja, een heerlijk gevoel. Ik dacht weer, ik heb weer gokken. Kijk, zulke raampjes, dat stelt natuurlijk niks voor een inbreker. Vandaag aan de dag is dat natuurlijk allemaal met camera's, met veiligen en er zijn andere sloten op. En vroeger kon je in de Schilderswijk met een loper naar binnen. Het kostte 15 cent, iedereen had een loper. Dus niks was beveiligd. En de mensen dachten niet aan de criminaliteit. Van wie was dat geld in die kluis? Dat was van de Oorlogsgravenstichting. Mensen van allerlei landen hebben daarna geld naartoe gestuurd en afgegeven. Voor het slachtoffers van de oorlog van 1940-45. Hoe hoorde je dat? Ja, politiebureau pas. Dat werd ons wel zeer kwalijk genomen natuurlijk.
Als je weer jullie zijn schoft, dan weet je wat je hebt gedaan. Had je het niet gedaan als je dat geweten had? Nee, dan had ik het niet gedaan, op zeker niet. Dat is een van de dingen waar ik 100% van overtuigd ben dat ik dat niet had gedaan. Dan had ik gezegd, nou jongen, laten we maar iets anders gaan zoeken. Nee, want dat geld heb jij nu opgegokt. Ja, dat heb ik opgegokt. Nico loopt tegen de lamp en wordt met zijn vrienden gearresteerd. Voor 23 inbraken moet hij ruim een jaar de cel in. Maar gek genoeg voelt dat voor hem niet als straf. Hoe zag het eruit in de gevangenis? Ja, vrij redelijk wel. Het is eventjes beangstigend als die grote poort open gaat. En dan kom je op de inkomstenvleugel. Dat is één grote gang, is dat met 24 cellen erin. Hoe zag je cel eruit? Nou, heel netjes. Een stalen bed erin met een ombouw erin. Een tafel met een stoel die je kon verplaatsen. En de radio erin. En de hele dag muziek. Kon je nog plaatjes aanvragen ook. En ik denk, nou, dat is wel goed hier. En ik denk, nou, dat valt me reuze mee. Hoe kan dat nou meevallen? Want ja, je had alle vrijheid en opeens zit je opgesloten. Ja, maar ja, je weet wat voor keuze je hebt gemaakt. En je weet wat de consequenties ervan zijn. Dus ik denk, ja, Nick, je kan het alleen maar aanvaarden. Maar aanvaarden, was je ook wel boos op jezelf? Ja, boos dat ik zo stom ben geweest om te gaan inbreken. Terwijl ik en zo stom ben geweest om te gaan gokken. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nico die boos is op zichzelf? Ja, ik kan heel erg agressief zijn. En dan is er een behoorlijke grens die ik kan verleggen. Zonder meer. Welke grens dan? Ja, ik denk niet dat er dan een grens is. Als Nico woedend is, gaat hij alle grenzen over. Maar als het om mensenlevens gaat, is hij huiverig voor uitspraken. Zou je iemand kunnen vermoorden? Weet ik niet. Maar je zegt geen nee. Nee, ik zeg geen nee. Dus ik denk dat het het beste antwoord is. Ik weet het niet. Probeer die woede dan eens te omschrijven op zo'n moment. Dat weet ik ook niet. Nee. Nee, weet ik niet. Dat kan ik niet omschrijven. Dat wil ik niet omschrijven. Laat ik het zo stellen. Waarom niet? Nee, ik heb daar geen behoefte aan. Iets wat je al zo lang wegstopt, waarom zou je het nu tevoorschijn halen? Maar mag ik dan eens heel direct vragen? Ja. Heb je wel eens iemand van het leven beroofd? Ja, dat is een hele indirecte vraag natuurlijk. En die, die wil ik niet beantwoorden. Maar dat zegt dan toch eigenlijk dat er wel eens iets is voorgevallen? Er zijn dingen voorgevallen in mijn leven, ja. En dat is een beetje aan mezelf om dat nou te vertellen of niet te vertellen. Of ik dat relevant vind of belangrijk vind. Ik vind op het moment van niet. Er zijn wat meerdere dingen in mijn leven gebeurd als een inbraak of als een oplichting. En daar hoef ik helemaal niet trots op te zijn natuurlijk. Ik ben helemaal niet trots op hetgeen wat ik heb gedaan in mijn leven. Want ik vind me feitelijk maar gewoon een stukje uitschop van de maatschappij. Nico blijkt een meester in mooie praatjes. En mensen tuinen er massaal in. In 1973 begint hij zijn bedrijf WOSA. Dat letterlijk staat voor, wij hebben overal scheid aan. WOSA doet aan grootschalige oplichting van verzekeringsmaatschappijen, de belastingdienst, van particulieren en bedrijven. Hoeveel mensen heb je opgelicht in je leven? Duizenden. Duizenden? Bedrijven, hè? Ik praat over bedrijven. Ja, maar achter bedrijven zitten toch ook mensen? Als je het zo stelt wel, ja, dan zijn er duizenden. Ik denk dat ik bijna elk bedrijf in Nederland wel heb gehad. Je zegt het heel luchtig. Ja, maar het was ook heel luchtig in die tijd. Het was gewoon mijn werk. Op het moment dat ik mijn kostuum aantrok, ik had misschien wel 25 kostuums hangen en 50 over en de stropdassen, alles compleet, veranderde ik in heel mijn doen en laten. Wat werk je dan voor man? De oplichter. Goedemiddag. Goedemiddag.
Nico van de Empel. Meesteroplichter Nico richt tientallen kleine bv'tjes op, die hij later weer failliet laat gaan. Als hij zijn zaken heeft gedaan en het beoogde geld op zak heeft, laat hij de boel klappen. Hoe werkt dat zo'n bv laten klappen? Nou, het interessante is de btw. De btw-oplichting die erin zit. Geen belasting betalen? Geen belasting betalen. Dus dan ga je kopen. Als jij een grote partij televisies koopt, die worden geleverd op 30 dagen. Dus je richtte een bv op, ja. Daar bestelde je dan 30 televisies mee? Ja, 300. Ja. Maar die betaalde je niet? Nee, die werden niet betaald. Alles wat binnenkwam, werd niet betaald. Op welk moment liet je die bv dan failliet gaan? Als de mensen om geld gaan vragen. Maar wat deed je dan met die 300 tv's? Daar stonden de mensen om de hoek. Op de markt weg stonden ze al te wachten om die op te kopen. Die wisten dat die partij aankwam. Want je krijgt daar een orderbevestiging van dat dat wordt geleverd in die en die datum. En die stonden al om de hoek om die op te kopen. Dus jij verkocht ze direct weer door? Gelijk allemaal niet. Maar waar deed je dat dan allemaal mee met televisie? TV's, hi-fi, stereo, apparatuur, wasautomaten, faxen, de computers, telefoons, alles. Een beetje helemaal doorgedraaid wat dat betreft. Alles wat voor de hand kwam, dat lichtte ik op. Op een gegeven moment kwamen die mensen die er niet betaalden toch verhaal halen? Ja, maar het zijn hele grote bedrijven. Philips en Noordmende en Akai en Imtech en dat soort dergelijke bedrijven komen echt niet meer jouw verhaal halen. Dat zijn gigantische bedrijven, die hebben miljoenen omzetten. Maar die komen dan toch juist verhaal halen? Nee, die zijn gedekt. Door de verzekering? Door de verzekering. En wat was dan jouw kracht als oplichter? Het vertrouwen kunnen geven aan de mensen. De mensen die geloofden me allemaal. Maar ik had een keurig nette verschijning. En de recherche zei hij nog, is dat die meneer met dat mooie pak? Dan weten wij wel hoe laat het is. Dat is die mooie prater. Ook het oplichten van de verzekering is voor Nico een fluitje van een cent. Zo veroorzaakt hij opzettelijk autoaanrijdingen. De tegenpartij krijgt altijd de schuld. En Nico ontvangt het verzekeringsgeld. Zijn auto laat hij voor veel minder geld repareren. Ik denk dat er wel op de gehele regen Tesla misschien wel 100 aanrijdingen zijn gebeurd. In een bestektijd van 2 jaar. Ja, een auto aanrijding veroorzaken was heel simpel. Een auto wat van links komt, die is verliezen. Er ging er eentje aan op de middenweg staan. Tenminste, op de kruising, wel op de stoep. En die maakte dan voor dat. Met zijn hand door de haar heen en dan kon je eruit komen knallen. Nou, hier stond de auto, die stond te wachten op een seintje van een van die jongens die in de overkant stond. Die van, nou ja, kijk, daar komt de auto aan. Nou, en het liefst een dikke auto. Nou, daar heb je daar het stoplicht en dat staat op groen. En dan komen ze als een idioot komen ze aanrijden. Hoppa, boom, en dan ben je gelijk van, ja, kom maar. En dan bam, klets, hangen. Dat heeft ongeveer 2 jaar geduurd totdat de verzekeringsmaatschappijen en de politie stappen gingen ondernemen. Dat verdacht werd natuurlijk. Voor elke aanrijding die je maakt, pak je tussen de 15.000 en de 25.000 gulden. Die had je zo te pakken. Zijn er wel eens gewonden gevallen? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik of dat weet ik? Nou, dat weet ik. Er zijn wel gewonden bij gevallen, ja. Niet van die, gelukkig niet van die hele ernstige aard. Maar hoe kijk je daar nu op terug dat daar ook gewoon onschuldige mensen die daar reden gewond zijn geraakt? Heel erg dom natuurlijk om daar aan dat soort dingen te beginnen. Als jij een opzettelijk aanrijding gaat maken, die mensen hebben daar geen part nog deel aan natuurlijk. Gewoon gevaarlijke spelletjes. Gevaarlijke spelletjes. Is oplichten een soort tweede natuur van je? Ja. Ja. Het ging bij mij zo automatisch. En dat de mensen het ook, ze kwamen ook gewoon naar me toe, terwijl ze wisten, joh, kijk uit met hem, het is een oplichter en dat het toch gebeurde. Er zijn heel veel mensen heel verdrietig en heel boos geweest. Ja, zeker weten, ja, ja. En toch lijkt je het je niet echt aan te trekken. Nee, dat verstop je ook wel. En dat, als je daarover na moet gaan denken, dan wordt mijn leven een complete chaos. Ja, maar probeer het nu eens te doen. Wow, nee. We hebben het er nu toch over. Het is ook een beetje makkelijk om toch te zeggen, daar denk je niet over na. Want al die mensen die hebben er wel heel vaak over na moeten denken. Ja, die hebben, die hebben natuurlijk heel veel verdriet gehad en die hebben heel veel ellende erdoor gehad. En, dat doet pijn.
En dat droeg best wel eens verdriet op. Maar ik kan het niet herstellen. Als geslepen oplichter in Den Haag en omstreken strijkt Nico in zijn gloriedagen veel geld op. Hoeveel verdien je in die tijd? Oh, pakken met geld. Ik kon geld niet meer in mijn zakken stoppen. 80.000 schulden ontving ik daar, 30.000, daar 25.000. Je passeert een miljoen. Wat deed je met al dat geld in die tijd? Ja, het geld gewoon overbodig spanderen. Uitgeven aan dure auto's, uitgeven aan vakantie. Je huis en huurhuis inrichten voor een godsvermogen. Helemaal gek. En hoeren? Hoeren? Ik denk dat ik meer dan 1000 hoeren heb gehad in mijn leven. Hoe vaak ging je daar naartoe? Regelmatig. Dan ging je ook naar de hoeren terwijl je een vrouw had? Ja, uiteraard. Dat heb ik vanaf mijn eerste trouwdag heb ik dat wel gedaan, ja. Wist ze dat? Nee, natuurlijk niet. Nico heeft uiteindelijk verhoudingen met verschillende vrouwen, met wie hij nu geen contact meer heeft. Hij heeft ook kinderen. Voor de buitenwereld houdt hij de schijn op. Wat zei je tegen je kinderen dat je deed voor werk? Ja, mijn kinderen waren nog heel erg jong natuurlijk. Die bracht ik 's morgens gewoon naar school natuurlijk. Maar als je kinderen naar school brengt, dan vragen mensen zich ook af wat je doet voor werk. Ja, mensen zagen mij gewoon als autohandelaar natuurlijk. Want in de flat waar ik woonde, daar stond maar 3 Rolls-Royce voor de deur. En dan, of het dan weer een Maserati, een Ferrari, een BMW. Dus die mensen dachten gewoon, een keurige nette man, keurige nette verschijning, vriendelijk, aardig. En wij begrijpen absoluut niet dat die man een crimineel is. Nico zit voor zijn oplichtingspraktijken regelmatig vast. Zijn langste straf duurt 5 jaar, maar het brengt hem niet op het rechte pad. In 1984 neemt hij een koffiehuis over. Maar daar wordt niet alleen gezellig koffie gedronken. Zo, ja, dat is mijn koffiehuis geweest. Maar ja, ik had dat natuurlijk heel anders ingericht. Wat voor mensen kwamen er in het koffiehuis? Bouwvakkers, veel. Mensen van de gemeentereiniging, want ik zat tegenover de gemeentereiniging. Maar hoofdzakelijk was het een trefpunt voor criminelen. De jongens die zaten verdeeld, een beetje de criminelen zaten aan die kant. En dan had ik hier een tafel staan waar alcoholisten zaten. Wat voor criminelen? Van allerlei soorten, van elke categorie. Behalve wat qua verkrachtingen, bedrog en dergelijke. Maar ja, dat is ook niet echt helemaal waar, want die kwamen er ook wel binnen. Joh. Wat vond de politie ervan? Ja, de politie die wreef gewoon in hun handen natuurlijk. Want die hadden aan de overkant hadden ze een camera staan. En die dachten gewoon bij dezelfde lekkere trefpunt voor criminelen. Als wij iemand zoeken, weten we precies waar we moeten zijn. Op een dag raakt Nico betrokken bij vrouwenhandel. Met zijn mooie praatjes weet hij mannen te strikken die met Colombiaanse vrouwen willen trouwen voor een verblijfsvergunning. Hij doet dat in opdracht van een bekende transseksuele vrouwenhandelaar. Dat was Vilma Evelien Franke. En die had eigenlijk laten opereren tot man. Zeg maar, het was in principe een vrouw. Of was het nou andersom? Ik weet het niet eens meer. Maar zij zocht dus echt daadwerkelijk mannen die wilden trouwen met vrouwen die hij uit Colombia over had laten komen. Ze zijn in Colombia geweest. En daar hebben ze die vrouwen geronseld achteraf gezien. Maar voor werk, gewoon in de horeca te werken. Maar die kwamen zo in de prostitutie terecht. Zonder dat die vrouwen het wisten. Dus jij droeg eraan bij dat die vrouwen hier dan als prostituee zouden kunnen blijven werken? Ja, ja, inderdaad. Wat vind je daarvan? Ja, op een moment wist ik het niet. Hij zei gewoon, ja, hij is voor de horeca. Maar 2 dagen later, toen het leed al was geschied in principe. Toen was het voor de prostitutie. Hoe kijk je daar nu op terug dan? Ja, dat was verschrikkelijk natuurlijk, want na de hand ging je pas zien hoe die mensen behandeld zijn. Straks, Nico raakt verslaafd aan cocaïne en verliest zijn miljoenen. Hij komt steeds vaker in aanraking met geweld. Ik denk, die pleurisleier die schiet op me. Die vermoor ik echt. Dat was gewoon mijn eerste gedachte. Zijn beste vriend wordt geliquideerd. En onze hand buiten de deur. Zo, echt zo, helemaal. En Nico is diep geschokt door de bekentenissen van jeugdvriend en seriemoordenaar Koos Hertogs. Ik ben meer dan een jaar een psychisch wrak geweest. Het zal heel moeilijk zijn om al zijn afschuwelijke verhalen die ik heb gehoord ooit te kunnen verwerken.
De 62-jarige Nico van Empel steelt in zijn jeugd nog geldkistjes, maar wordt uiteindelijk een meesteroplichter. Hij zit daar bij elkaar 10 jaar voor vast. Nico verdient miljoenen met het oplichten van de Belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven. Als je er nu over nadenkt, al die mensen die je hebt opgelicht, ja. Wat denk je dan? Ja, dat, ik kan alleen maar stellen, ja, je bent heel asociaal bezig geweest, Nico. Het had allemaal niet gehoeven. Nico weet mannen zover te krijgen om te trouwen met Colombiaanse vrouwen voor hun verblijfsvergunning. Hij doet dat voor vrouwenhandelaar Filma, die de vrouwen als prostituee laat werken en ze slecht behandelt. Ach, die werden geslagen, die werden zwaar onder de drugs gestopt. En die waren gewoon verplicht echt om te werken. Maar daar heb jij aan meegewerkt dan? Ja, maar op dat moment besefte ik echt niet dat het om vrouwenhandel ging natuurlijk. Daar kom je dan pas echt later achter. Enkele hoeren onttrekken zich aan het gezag van de vrouwenhandelaar. Ze pappen aan met Nico en in plaats van te werken gaan ze met hem aan de drugs. Nico raakt verslaafd aan cocaïne en op een avond gaat het mis. Ik zat met die prostituees. Ik had van daar zo'n schulden cocaïne bij me, dus die wilde allemaal wel even een snuifje komen nemen. De bedoeling was dat die dames beneden werkten en niet boven mij bij een klant ging zitten waar ze niks voor kregen. En toen kwam ineens die filmer die komt boven. En die was boos en die ging ook tegen mij te schelden van Iguara Puta, Malpurido, Conjola Mama, en dat ik een hoerenjong was. Dus op dat moment besloot ik hem even stomp voor zijn kop te geven. Wat voor stomp was het? Oh, een aardige stomp hoor. Gewoon, boom, even vol op kindertje. Nico draagt in die tijd altijd een wapen. En Vilma deinst er niet voor terug de haren te gebruiken. Ik denk die pleurisleier die schiet op me. Die vermoor ik echt. Dat was gewoon mijn eerste gedachte. En dan zie ik hem zo, ik zeg boom, en toen schoot ik al gelijk. En toen viel hij 8-9 meter verder. Wat dacht je op dat moment? Je gaat dood. Je gaat dood. Ik laat mij niet. Je kan niet op mij schieten. Beter gelijk afmaken. Dat was gewoon mijn eerste gedachte. En dan zo lacht hij. En dan kijk ik me nog wel aan. Ik zeg, je bent niet dood. En ik denk, die schiet gewoon zijn kop erop. Een maatje probeert een moord te voorkomen. En mijn kamerad zei, nee, die doen we weg. En dat ding ging nog af. Vinger had de trekker gelopen of toch? En voor hetzelfde geld had ik hem wel geraakt. Je praat er een beetje makkelijk over, maar het is niet niks wat je zegt. Nee, maar daar kan ik ook makkelijk over praten, omdat hij niet dood is natuurlijk. Heb je vaker geschoten? Oh ja, in de lach. Tuurlijk heb ik wel vaker geschoten. Ik denk ook als je in bezit bent van een pistool, is dat je wil schieten natuurlijk. Al zal het alleen maar om te oefenen zijn. Door zijn verslaving raken Nico's oplichtingspraktijken in het slop. Zijn miljoenen gaan op aan drugs. Steeds vaker komt hij in aanraking met geweld. Na een middag met zijn beste vriend Peter, een criminele pooier, loopt het volledig uit de hand. Ik was in een café, wat normaal gesproken altijd elke dag gezellig is. Maar op dat moment was het helemaal niet gezellig, we hadden niet druk. Bekende jongens die waren er niet. Peter die ging weg, die ging altijd om 7 uur weg. Dat was toch wel een regel van die jongen. Ik zei, dan ga ik ook maar naar huis doen. Als hij naar huis gaat, dan ga ik ook weg. Dan moet ik hier verder zoeken. En dan is Nico getuige van de fatale aanslag op zijn vriend. Hier is het nou gebeurd. Op een gegeven moment zie ik iemand hard aankomen lopen en ik hoor een paar knallen. Ik schrik. De persoon die schiet, die kijkt me nog aan. En ik denk, wat gebeurt er hier? Toen ben ik naar de auto toe gelopen en daar lag Peter, die lag zo in de auto. Peter! Hey, Peter! En onze hand buiten de deur. Zo, echt zo, helemaal. Ik trok hem naar me toe. Ik zei, Peter, blijf wakker. En hoe heet dat? Oh, Nico, oh, en boem. En hij zuchtte en toen was hij dood.
Hij is gestorven in jouw armen. Ja, hij is gestorven in mijn armen. Ja, vreselijk om mee te maken natuurlijk. Het blijft je altijd van je leven lang blijft het je bij natuurlijk, dat wel, een moment. De schutter die is in 2004 is die, geliquideerd. Ja, daar ligt het kerkhof, ik weet het niet, voor de rest. Zijn er veel mensen die je kent geliquideerd? Ja, heel veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, een man of 12 wel, denk ik. 12 man? Ja. Ben je zelf wel eens bang geweest om dood te gaan? Nee, absoluut niet. Ik ben geboren om te sterven en ik ben niet bang voor de dood. Jaren later wordt Nico opnieuw hard geconfronteerd met de dood. De Jan Steenstraat. Ja. Dat zijn pijnlijke herinneringen. Jan Steenstraat. Ja, hier heb ik ook een echte schoolvriend, wat het was. Die later op latere leeftijd toch een seriemoordenaar is geworden. Koos Hertogs, Nico's jeugdvriend, is de langzittende gevangene van Nederland. Hij is veroordeeld voor de brute moord op 3 jonge meisjes en wordt verdacht van nog eens 8 moorden. In 2010 maakt Peter R. de Vries met Nico een aantal uitzendingen over Koos. Nico bezoekt Koos in de baaiers met een verborgen camera en hoort de meest gruwelijke details. Koos die woonde precies zo op nummer 67. Hoe was het voor jou om te horen dat iemand die je al zo lang kent, dat soort gruwelijke dingen? Ja, dit was een schok. En het was zo'n enorme schok dat het tot heen en toe van vandaag, dat Koos nog steeds in me zit. Hij heeft mij zoveel geestelijke pijn gedaan, dat ik op het moment dat ik krant lees, ik vanmorgen de krant opensla, ik zie een meisje van 14 jaar weer is verdwenen. Dan is dat Koos Hertogs dat gedaan. Waarom heeft dat jou dan zoveel pijn gedaan? Omdat ik vind van kinderen moet je afblijven. Wat heeft je het meest geschokt? Het meest geschokt de foto's. En de openhartigheid dat hij het kon vertellen en daar ook nog van na kon genieten. Ik kan niet genieten van mijn misdaden, want ik voel me eigenlijk alleen maar dom. Ik ben meer dan een jaar een psychisch wrak geweest. En langzamerhand kom ik daar wel uit. Maar het zal heel moeilijk zijn om al zijn afschuwelijke verhalen die ik heb gehoord ooit te kunnen verwerken. Nico is inmiddels afgekikt van zijn drugsverslaving en woont alweer jaren in Thailand. Hij heeft daar 3 kinderen en is getrouwd. Hij heeft een hartaanval overleefd. Terugkijkend vindt hij dat hij eigenlijk eenzelfde straf verdient als Koos. Mijn hadden ze ook levenslang moeten geven. Met alle verdriet en alle ellende wat ik met de mensen heb aangericht. Als ze dat beter hadden bekijken, hadden ze mij ook levenslang moeten geven. Dat is ook de enige oplossing om me uit de criminaliteit te krijgen. Er is geen andere oplossing. Maar of niet? Volgende week, Ad Haverkamp, 41 jaar. Een van de grootste drugscriminelen van Nederland en van ver over de grens. Ik word gezien als speelfiguur tussen Colombiaanse kartels, Franse drugsbende en de Napoleaanse Camorra. Jarenlang zit hij vast in Frankrijk. Ik heb er nooit zoiets meegemaakt. Als je karatten zie je lopen, het is echt te gek voor woorden. Als jongetje wilde hij al een groot crimineel worden. Die droom heb ik altijd wel gehad, ja. Een grote crimineel te zijn. Maar die heb ik niet kunnen verwezenlijken.